Hallo, ik ben Irene en ik heb een onzichtbare aandoening. Mijn aandoening is HMS-EDS. En ik wil heel graag dat het wat meer bekend raakt bij iedereen. Omdat er blijkt maar heel weinig over bekend te zijn. En dat wil ik graag veranderen met in ieder geval een aantal filmpjes. HMS-EDS is een bindweefselaandoening. Dat kan overal voorkomen. Voornamelijk is het bij mij in de gewrichten, waardoor veel pijn, dislocaties en vermoeidheid ontstaan. Op dit moment gebruik ik geen medicatie. Ik gebruik af en toe een wandelstok, braces om met wat druk de pijn iets minder te maken. En dat voornamelijk ben ik dus bezig ook met bewegen, met mate. En zoveel mogelijk daardoor verstijving tegen te gaan. Wat een challenge is. Ik wilde graag een heel bekend gedicht voorlezen. Dat eigenlijk de aandoening heel goed beschrijft. En ik denk dat heel veel mensen zich daarbij kunnen aansluiten die dezelfde aandoening hebben. Het is vrij bekend, maar toen ik hem voor het eerst las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie manier om het aan te geven. Hoi, ik ben HMS. Mijn naam is HMS en ik ben een onzichtbare ziekte. Ik ben nu bij jou voor de rest van je leven. Anderen om jou heen zien mij niet, maar jouw lichaam voelt mij wel. Ik kan je aanvallen wanneer en op wat voor manier ik wil. Ook kan ik voor erge pijn zorgen. En als ik in een goede bui ben, kan ik er ook voor zorgen dat je overal pijn hebt. Weet je nog dat jij met je energie van alles deed en veel plezier had? Wel, ik nam de energie van je weg en gaf de vermoeidheid voor terug. Je probeert nu ook plezier te hebben, maar ik haal je uit je slaap en geef je er spierpijn voor terug. Ik kan ervoor zorgen dat je trilt van binnen en dat je het koud of warm hebt, terwijl iedereen zich normaal voelt. Oh ja, ik kan je ook angstig en depressief maken. Je hebt er niet om gevraagd, maar ik heb je uitgekozen. En goed, ik ben er nu en ik blijf bij jou. Ik hoor dat je naar een dokter bent gegaan om van mij af te komen. Ha, ik rol over de grond. Ha, lachen. Probeer het maar. Je zult naar heel veel dokters moeten gaan, wil je uiteindelijk een keer van mij afkomen. Ook zal je volgepropt worden met pillen, slaappillen, energiepillen. Je zult massages krijgen en zal je voor angstig en depressief uitgemaakt worden. Er zal je verteld worden dat als je je pillen maar netjes neemt en je oefeningen goed doet, ik weg zal gaan. Maar het ergste is nog dat je niet serieus genomen wordt. Wanneer je tegen de dokter schreeuwt dat je geen normaal leven meer hebt. Je familie, vrienden en collega's zullen allemaal naar je luisteren tot ze het beu zijn. Om te horen hoe ik je laat lijden en dat ik een rotziekte ben. Sommigen zullen zeggen, oh, je hebt gewoon een rotdag. Of ze zeggen, ja, je kunt nu eenmaal niet alles doen wat je 10 jaar geleden wel kon. Ze horen niet dat jij dan zegt 10 jaar geleden, 10 dagen geleden. Ook zullen sommigen achter je rug om gaan praten, terwijl jij dan langzaam aan het gevoel krijgt dat je je zelfrespect aan het verliezen bent. Je blijft toch proberen, tegen beter weten in uitleg geven, zodat ze je begrijpen. Dit is vooral moeilijk wanneer je met een normaal persoon in gesprek bent en je ineens niet meer weet wat je ook weer wilde zeggen. Ik wil mijn verhaal. Ik had gehoopt dat dit geheim kon blijven. Maar je zult er inmiddels zelf ook wel achter zijn als volgt beëindigen. De enige van wie je echt begrip en steun zult krijgen om met mij om te kunnen gaan, zijn de mensen die echt dicht bij je staan en mensen die ook HMS hebben. Accepteer de minderheid die mij leuk vindt en die wel steun hebben aan
andere mensen. Dat is het voor deze keer. En de volgende keer praat ik wat verder over hoe ik me voel en hoe de dingen gaan. Jo.